Ik ben heel benieuwd wat deze battle gaat doen, jongens, tegen Allister, de man met het masker. Hij is altijd een beetje verlegen, daarom draagt hij ook een masker. Ik ben benieuwd, man, of hij het me moeilijk gaat maken. Hey, yo, Nintendo-fans! Welkom weer bij aflevering 19 van de Baby Pokémon Only Challenge. We zitten echt midden in de kampioenschappen. En in de vorige aflevering heb ik eigenlijk Elekid 2 keer een beetje voor gek gezet door hem te laten verliezen. Ik voel me schuldig. En vandaag gaat het niet gebeuren, want vandaag moeten we tegen Nessa met haar watertype Pokémon. Doe even een duimpje omhoog voor Elekid, want hij kan de support gebruiken. Laat even een reactie achter wat je van Elekid vindt. Zet even wat leuke woorden over Elekid in de reacties. De vraag van de dag is dan ook: wat vind jij van Elekid? Laat het weten. En dan gaan wij Nessa eens even proberen te verslaan met haar Golisopodje, totje, motje. Ja, ik hoop maar dat hij ook niet opeens allerlei gekke moves gaat doen, waardoor ik weer mijn Elekid voor gek ga zetten. Kom op, Elekid. Thunderbolt, je kan het. Je kan het. Let's go. Oeh. Bijna in één keer kapot. En hij doet emergency exit. Hij is gelijk weg. Hij is gelijk vertrokken. En nu komt daar Barraskewda. En Barraskewda is volgens mij een van de snelste Pokémon ooit. Dus het zal mij verbazen of we sneller zijn. We zijn wel veel levels hoger. Oké, we zijn alsnog sneller. Kijk hem thunderbolten. Lekker, Elekid. Lekker. Hier moet ik jou ook gewoon voor gebruiken, hè, jongen. Potverdorie. Wat gaat die lekker. Dan nu Seeking. En Seeking, daar moet je wel voor uitkijken. Want die heeft een move dat als die je raakt, dat je sowieso dood bent. In één keer. Volgens mij is dat Horn Drill of zo. Of Horn nog wat. Dus beter slopen we Seeking gewoon in één keer. Zodat we dat risico niet hebben. Lekker. Nice. Oké, dit gaat top. Dan is Golisopodje daar weer terug. Ah, je bent goed bezig, man. Je rampaneert heel hun team, jongen. Oké. Nessa gooit een full restore. Oh, dan vind ik wel grappig wat er nu gaat gebeuren, hè. Oh, of niet. Ja, we slopen Golisopod gewoon in één keer. Maar ik dacht dus, als we hem nou niet in één keer slopen, dan moet Nessa nu haar laatste Pokémon eruit gooien. Gaat ze dan die Pokémon dan ook gelijk Dynamaxen, vroeg ik me af. Maar ja, dat hoeven we ons helemaal niet af te vragen. Want hier... Oh! Ze heeft ook nog Pelipper. Oh joh, nee, ik dacht dat het al klaar was. Dat we al naar de Dynamax Pokémon gingen van Nessa. Maar Pelipper, die laat het regenen. Net als Busy. Drup, 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 drup. Laat het regenen. Drup, 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 drup. Ja, maar deze slopen we echt in één keer. Want nu zijn we zelfs 4 keer super effectief. Dus ja, Pelipper is helemaal weg. Elekid heeft geen klap gekregen. En dan nu Drednaw. En dan ga ik toch wisselen. Want dan gaan we wisselen naar Bidou natuurlijk. Want Bidou heeft die 4 keer super effective move op Drednaw. En daar is die. Dynamax. Max Overgrowth. En we zijn ook nog eens sneller. Oh, dit gaat zo chill tegen Nessa. Ja, misschien had ik toch mijn Pokémon even 5 levels minder moeten trainen. Maar op een gegeven moment ging het zo hard, man. En ik kan het nu ook niet meer stoppen of zo. Want elke keer in elke battle gaan ze toch alweer een level omhoog. Ik kan er niks aan doen. Ze zijn overpowered geworden. Maar toch. Als ze zeg maar geen Pokémon hebben die super effective moves hebben, dan wordt het lastig. We moeten straks ook volgens mij weer tegen Ryan. En dat wordt toch een ding. Daar is Drednaw. Wat een ziek beest eigenlijk ook, hè. Max Overgrowth. Ja, maar die gaat gewoon in één keer kapot, hoor. Ja hoor, lekker. Ja, nee, Nessa was al echt een beetje makkelijk te verslaan. Yay! Sorry. We hebben gewonnen. Lekker. Door naar de volgende. Ja, en daarin moeten we tegen Allister. En voor Allister hebben we eigenlijk niet echt super effective moves. Ghost-type Pokémon kunnen niet tegen Ghost-types en tegen Dark-types. Maar dat hebben we eigenlijk helemaal niet. Ik heb ook gewoon geen enkele Dark-type move meer in mijn arsenaal zitten. Ik ben heel benieuwd wat deze battle gaat doen, jongens, tegen Allister, de man met het masker. Hij is altijd een beetje verlegen, daarom draagt hij ook een masker. Ik ben benieuwd, man, of hij het me moeilijk gaat maken. Hij gaat het me sowieso moeilijker maken dan Nessa. Allister, let's go. Allister begint met Dusknoir. Ziet er al gelijk een stuk zieker uit dan die Seeking en zo. Ik vraag me een beetje af hoe hij gymleader is geworden, man. Hij is zo verlegen. Dat past toch helemaal niet bij een gymleader? Anyway, let's go. Eens even kijken wat Thunderbolt doet. Ja, kijk, dit wordt toch echt wel al een stuk moeilijker. Oeh, hij doet Rock Tomb. Ja, dat is gevaarlijk. Dat is heel gevaarlijk. Hij kent gewoon een rock aanval. En we hebben hem niet down. Hij is wel paralyzed. Hopelijk is hij fully paralyzed. Nee, hij doet nu wel Rock Tomb. Oké. Dat is niet super effective. Ik ben altijd in de war met ground. Ground-type moves zijn natuurlijk super effective. Oh nee, hij gaat voor een full restore. Dude. Ah, waarom moet je zo doen? Dat vind ik niet chill. Maar hij is nu wel voor de helft kapot. Hopelijk kunnen we hem gelijk slopen. Ja, hij houdt waarschijnlijk gewoon weer 1 HP over, denk ik. Nee! je lekker. Oké, Dusknoir is weg door een critical hitje. Oké, dat is nummer 1, jongens. Lekker. Je ziet het, dit gaat een stuk moeilijker dan Nessa. Dan nu Chandler. Chandler is natuurlijk ook Fire-type. Dus wij gaan een Water-type er tegenaan gooien. Let's go, Mantyke. Ja, vette Pokémon blijft het wel, hoor, Chandler. Ik ga gewoon Bubble Beam doen, denk ik. Oeh, hij is sneller. Hij raakt mij niet. Hij mist mij. Ik moet zeggen, tot nu toe heeft Allister best wel een beetje pech. Hij heeft me al 2 keer gemist. Ik vind het niet erg. Hij gaat voor Shadow Ball. Wat denk ik toch wel pijn gaat doen. Ja, kijk. Toch wel ruim een derde eraf. En mijn special defense is ook naar beneden. Ja, dat is natuurlijk het gevaar, hè. Dat al deze Ghost-type Pokémon de special defense van mijn Pokémon naar beneden gooien. Waardoor ze makkelijker te slopen zijn. In ieder geval, Chandler is ook weg. En door de Shellball krijg ik een klein beetje HP erbij. Tegen wie moeten we nu? Tegen Cursola. Ik ga opnieuw switchen naar Elekid. Ik bedoel, dit moet een beetje de video worden van Elekid. Cursola is natuurlijk geen watertype meer. Is die ook nooit geweest trouwens, want dat was Corsola, niet Cursola. We gaan eens kijken. Thunderbolt. Oeh, ja, ik heb 3 Thunderbolts nodig om hem te slopen. Wat ga jij doen? Strength, Zap. Daarmee pak je denk ik HP van mij of zo. Oh, nee, huh? Daarmee gaat mijn attack naar beneden. Wow. Mijn attack gaat naar beneden en heel jouw HP is weer vol. Oké, dit zou een probleem kunnen worden hoor, jongens. Wat? Dit is zwaar overpowered. Kijk, want... De Cursola wordt gewoon de hele tijd helemaal vol. Oké, ik ga even chargen. Let's go. Ik charge. Daarmee gaat mijn special defense ook omhoog. En de volgende aanval wordt mijn elektrische aanval sterker. Oh, jongens. Hex, ja... Gelukkig is mijn special defense een beetje omhoog nu. Gaan we nu even kijken wat Thunderbolt doet. Of ik echt zoveel sterker ben. Let's go. Ja, oké. Nu moet je niet die sap gaan doen. Oké, top. Oh man, hij is ook zichzelf aan het boosten. Ah, nee. Kom op. Thunderbolt erop. Lekker, Elekid. Maak hem kapot. Ah, nee. Cursola houdt 1 HP over. Nee, en niet mij kapot maken nu. Oh, ja. Oké, Elekid wint het toch, jongens, van Cursola. Ja, dit was een lekkere battle, man. Dit was spannend. Dit was leuk. En Elekid gaat naar level 66. Dan moet ik nu tegen Poltergeist. Nee, Riolu kan ik niks mee doen. Ik denk dat ik nu toch voor Magby ga. Let's go, Magby. Magby is toch wel mijn sterkste Pokémon op dit moment, hoor. Munchlax kan wel de meeste klappen vangen. Dat wel. Maar aanvallend gezien is mijn Magby helemaal sick. Oké. Nou, Allister doet even een protect met zijn Poltergeist. Dat betekent dat ik hem niet kan raken. Ik vind dat altijd een beetje raar. Daar heb je helemaal niks aan. Het gevecht duurt alleen maar langer ervan. Anyway, nu kan ik hem wel raken met een flamethrower. En dat doet iets meer dan de helft damage. Poltergeist gaat voor Shadow Ball. Ja, en kijk dan, joh. Zijn Pokémon doen mij serieus wel pijn, hoor, hé. Dit zijn serieuze enemies. Hier moet je geen grappen mee maken. Ik heb gewoon geen goede counters tegen deze Ghost-type Pokémon. Ik heb geen Dark Moves. Ik had eentje kunnen hebben met Riolu, maar ja, die heb ik vergeten. Dat was Payback. Poltergeist is in ieder geval ook weg. En dan moeten we nu tegen Gengar. Ja, en dit wordt toch wel een dingetje, denk ik. Want Munchlax en Riolu kan ik eigenlijk niet gebruiken. Laat ik dan toch even voor Beduwe gaan kiezen. Ik wil dit met Beduwe gaan proberen, maar ik ben benieuwd of dit lukt. Gengar is natuurlijk wel sick. My very last Pokémon. How lonely, how frightening. Ach, hij is helemaal bang nu die zijn laatste Pokémon moet gebruiken. Ja, Max Ooze. Ik kan het hebben, denk ik. Ja, ik kan 1 klap pakken. Dat is op zich wel chill. Dan kan ik gewoon 2 klappen vangen. Dat betekent dat er 2 Gigantamax beurten van hem al voorbij zijn. G-Max Terror gaat hij nu doen. Ah, let's go. Sorry, Beduwe. Sorry. Ja, daar ga je. Oké, dan ga ik nu kijken of Mantyke nog iets kan doen. Ik ga gewoon proberen om te hydropumpen. Als die tenminste de G-Max Terror overleeft. Oh. Ah, elke keer die G-Max Pokémon, jongens. Dat is toch wel een ding. Oké, let's go, Magby. Ik ga mijn Magby Dynamaxen. Nee, ik vergeet te Dynamaxen. Wat stom. Ik druk gewoon automatisch op Flamethrower, omdat ik toch altijd Flamethrower gebruik. Maar, ah, ik vergeet gewoon te Dynamaxen. En ik overleef het ook niet. Oh nee, wat een stomme fout. Oké, Elekid. Alsjeblieft. Wees sneller. Wees sneller dan deze Gengar. Dat is het enige wat ik vraag. Want als jij sneller bent, dan kunnen we hem slopen. Ja, yeah! Lekker Elekid. Elekid is de man van deze video, hoor. Jeetje. Zo, ik drukte gewoon automatisch op Flamethrower. Wat stom. Waarschijnlijk omdat ik zo vaak Flamethrower gebruik. Ah, maar we hebben Allister wel verslagen. Ah, lekker. Het werd toch nog wel even spannend, hè? Ja, en dat betekent dat we nu tegen Ryan moeten. En Ryan is toch wel... ja, dat is toch wel een lastige gast. Die heeft het mij al best lastig gemaakt. En dat gaan we doen. in de volgende aflevering. Dus als je dat wil zien, vergeet niet te abonneren. Doe even dat duimpje omhoog voor de support voor Elekid. En voor Pierce en Marnie, die mij nog eventjes even geluk komen wensen. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!